En Guido, jij hebt met de story weer een hoop stof doen opwaaien. Ja, we doen het graag, maar in dit geval best een tragisch verhaal. Een paar weken geleden hebben wij foto's gepubliceerd van Edwin Smulders die hij heeft gemaakt van Thijs Reumer, die het huis verlaat van Noordergroot. Een bekende influencer die onder meer bekend is als de Queen of Jetlags. We zien hier de foto's dat zij daar allebei op straat lopen. En na een half uur kwamen ze naar buiten. En toen is zij achter Thijs aangerend en zijn ze ergens heen gegaan. Wij hebben contact opgenomen met haar toen, onze verslaggever Nick Dijkman. En zij ontkende eigenlijk van, ja, ik kan me daar helemaal niks van herinneren. Dit was 48 uur later, hè. En, nou, goed, toen een drukke vrouw, hè? Queen of Jetlag. Precies, dat had ze waarschijnlijk ook in Jetlag. Maar de foto stond inderdaad 3 dagen later in story. En ja, toen kon ze dat sowieso natuurlijk niet meer ontkennen. Wij werden toen ook benaderd door een zeer nabije bron die ook zei van, nee, zij hebben zelfs al 2 jaar lang een geheime relatie, Thijs en Noor. En dat is onder meer geweest. Kijk, en wat sowieso heel pikant is, is dat de man, hè, Sander Kleinenberg van Noor. Noor en Sander zijn getrouwd in oktober 2021 op een heel duur kasteel, heel deftig in Frankrijk, door Thijs Reumer. Die was toen de huwelijksambtenaar. Maar die bron vertelde dat zij in Maastricht, waar in april vorig jaar Thijs meespeelde in Een Meeuw, een stuk van Tsjechov van toneelgroep Maastricht, verbleef daar ook langere tijd. En dat zij, Noor, daar dus een paar keer geweest is in het hotel. Vandaag heeft Sander, dus haar man, bevestigd aan ons, aan Shownieuws, dat zij inderdaad zijn vrouw een relatie heeft gehad met Thijs. Dat ze het bed hebben gedeeld. Hij vindt dat natuurlijk ontzettend pijnlijk. En hij zegt ook, ja, ik doe dit verhaal ook omdat ik dan hoop dat we er vanaf zijn. Ze hebben samen een samengesteld gezin. Hij had al een dochter uit een eerdere relatie. Ze hebben samen ook nog een dochter. Ze zijn ook met vakantie. Maar volgens hem was het, geloof ik, eenmalig, toch? Hij zei dat het eenmalig was, een slippertje. Het is op zich natuurlijk al heel pijnlijk dat hij het woord moet doen en dat Noor je er helemaal verder niet over maar hoort. Maar ontzettend sneu, want dit is gewoon een man die volgens mij probeert te genieten van hun familievakantie en denkt, als ik het dan maar bevestig, dan is het hopelijk klaar. Ja, en dat valt natuurlijk nog te bezien. Kijk, die bron voor ons zei van, ja, het is al een tijdje aan de gang. Het zou best kunnen dat het nu definitief over is. We konden ook zien dat zowel Sander als ook Noor bijvoorbeeld Thijs niet meer volgen op Instagram. En ze hebben ook aangegeven, ja, dat doen wij ook omdat we niet betrokken willen worden eigenlijk bij alle commotie en ophef die natuurlijk zijn ontstaan doordat hij die rechtszaak had wegens seksueel misbruik. Ja. Dus dat is de stand van zaken. Het is de zoveelste klap voor Egon. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar hebben we enig idee of zij hier misschien van af wist? Want Noor die is klaarblijkelijk open geweest tegen haar man. Ja. Die heeft verteld over het slippertje. Kijk, wij maken er wel eens met de journalisten ook hier aan tafel als grapjes over. Dat, of het nou met Katja Schuurman was of Egon, die laatst met Katja dan weer in een pretpark is met hun kinderen. Het is eigenlijk een soort hele open relatie hebben ze al met elkaar gehad. Maar over dit geval, Egon was niet bereikbaar voor commentaar. Hetzelfde geldt voor Thijs Reumer, wil daar helemaal niets over zeggen. Dus feitelijk is eigenlijk de bedrogen partij in dit verhaal, de mannelijke bedrogen partij, de man van de minnares, is de enige die nu gewoon heeft gezegd dat het zo was. Ja. Thijs Reumer zelf is ook opvallend stil. Is er bekend of hij een hoger beroep gaat, Bram? Dat is nog niet bekend, nee. Nee, dat is, hij heeft nog een week dan, hè? Hij heeft nog maar heel kort tijd. Ja. Nog een kleine week? Een kleine week heeft hij. Dinsdag vorige week was hij uitgestart. Staat 14 dagen. Maar de ellende stapelt zich echt steeds meer op, hè? Je gaat je bijna afvragen, ja, wat komt er nog meer boven? Weten we of hij in Nederland is? Neem aan dat jij fotografen op hem... Nou, mijn fotograaf is helaas deze week met vakantie. Ja. 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 Maar dan heb jij vast een zit. Andere fotograaf? Nee, natuurlijk. Maar weet je, op een gegeven moment... We hebben ze gefotografeerd. Het is duidelijk dat Thijs zeer recent, nog een paar weken geleden, bij Noor in Amsterdam over de vloer kwam. Nu is hij op vakantie. Of tenminste, de man van is met Noor op vakantie, Sander, met hun gezin. Ja. Dus ik ga ervan uit dat Thijs daar in ieder geval niet in de buurt is. En waar hij zich ophoudt, dat kan in zijn eigen huis zijn. Ik kan me ook voorstellen dat hij even lekker naar het buitenland is gegaan. Weet je, ik bedoel, al die blikken die hij natuurlijk nu op straat krijgt. Hè? Ik bedoel, zeker na de uitspraak van die rechter, maar ook weer nu door dit schandaal eigenlijk. Nou, en mensen zijn volgens mij ook best wel boos, omdat het jonge meiden betreft, hè, die rechter. En omdat hij natuurlijk totaal niet het boetekleed heeft aangetrokken. Nee. Nog steeds in een soort van... Dat is een reden, als jurist zou ik hem adviseren om wel in beroep te gaan en om een hele andere houding te kiezen. Zoals die, maar is dat nog te herstellen? Hij was vrij duidelijk. Ja, maar kijk, ik denk, ik wil niemand afvallen, maar ik denk dat hij het advies van zijn advocaat heeft gevolgd. En dat kan hij dan ook zeggen. En dat vond ik al geen goed advies.
En als hij nou gewoon open bij het hof vertelt dat hij waarschijnlijk problemen had binnen zijn huwelijk. Het is ook zo dat hij had gezopen af en toe en weet ik wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft natuurlijk een alcoholprobleem. Ja, en dat hij dan zegt van dat is dom, dat doe ik onder normale omstandigheden niet. Dan zou ik als hof misschien best nog iets... Maar denk je dan niet, we zitten nu naar een hele slechte acteur te kijken... die alleen maar hier is om zijn eigen straatjes te verkopen? Ik denk dus echt, ik heb niet het gelijk altijd aan mijn zijde... maar gevoelsmatig zeg ik dat dat het advies van zijn advocaat is geweest. En dat vond ik een slecht advies. Weten we allemaal waarom, hè? Dat hij nog een beetje de therapeut gaat uithangen. Als... Dat verzint hij niet. En als hij dan... Als die, sorry dat je ontbreekt, Bram, maar als die advocaat bijvoorbeeld had geadviseerd van... weet je, het is duidelijk dat je mentale problemen hebt, hè? Dat je zwaar in de put... Had dat geholpen bijvoorbeeld? Ik denk als hij had gezegd, en wat waarschijnlijk ook zo is... ik had gedronken, ik had een drankprobleem, ik had een drugsprobleem... ik was weg bij mijn vrouw, ik zat aan de grond... en ik heb 's avonds hele domme dingen gedaan... die ik nuchter nooit in mijn hoofd zou halen... En het is dom, en het was geen therapie... en ik hoefde die meisjes niks te leren. Het is gewoon dom, en de normale test doet dat niet. Dan denk ik dat het anders zou zijn. Maar dan draai je wel 180 graden ten opzichte van je vorige vraag. Ja, ik vraag me af of een rechter Nou ja, dat kun je doen... als het zo is dat dat een advies van zijn advocaat... Dat zal niet de eerste keer zijn dat een Als hij dan ook openlijk zou aangeven van... ik heb het advies van mijn advocaat opgevolgd... maar het eerlijke verhaal is dat ik in Maar die straf was natuurlijk al heel erg laag. Dus dat zou meer een PR-issue zijn, hè, dat hij dan er beter uit. Nou ja, we zeiden het in het kader van dat hij niet meer naar de Albert Heijn kan. En dan zou je weer een begin kunnen maken met je leven. Dat, goed. Maar goed, vooralsnog is er niet bekend wat hij gaat doen... of hij überhaupt in hoger beroep gaat.